Een heel pakkend begin dit al. Ik begin gewoon eventjes. Hallo, allereerst. We zijn nu weer terug, alweer. Dit keer weer op een andere locatie dan normaal. Normaal gesproken zijn we dus inderdaad in de vaste huiskamer. Maar dit keer zitten we in iemand anders huiskamer. En we zitten vandaag in de huiskamer van cabaretière, theatermaakster en schrijfster. In 2008 ontving zij de Nederlandse Hoop voor haar programma Dagbraken. En in 2013 werd haar derde programma, maar ondertussen genomineerd voor de Pulifinario. Verder schreef zij de boeken Taal is zeg maar echt mijn ding. En dan nog iets. En de verwarde cavia. Verder creëert ze samen met Micha Wertheim Echt Gebeurd, waarin mensen waar gebeurde verhalen vertellen. Is ze ook columnist bij NRC. En ook nog winnaar van Wie is de Mol 2013. Wij verwelkomen haar in haar eigen huis, Paulien Cornelissen. Dankjewel. Goeie inleiding, dit klopte allemaal. Klopte allemaal. Ja. Wij hebben jou dus een beetje op zitten zoeken. Maar er stond heel veel. En dit was wat we er een beetje van hebben gemaakt. Maar is er nog iets waarvan jij denkt, ja, maar dat is ook wel iets waar ik trots op ben. Ja, waar ik zelf heel trots op ben, is dat ik voor mijn tweede cabaretprogramma, getiteld Hallo Aarde, de afficheprijs heb gewonnen van het Theaterinstituut. Wij zagen al iets dergelijks staan, maar wat houdt het precies in? Nou ja, er is elk jaar wordt er een theaterafficheprijs uitgereikt aan het mooist vormgegeven theaterafiche. En aangezien ik mijn affiches altijd zelf maak, was die prijs ook echt voor mij. Ja. En dat vond ik heel leuk. Want, en kun je die beschrijven? Ik weet niet hoe je eruit ziet. Nou, ja, het is eigenlijk heel grafisch. Dus het is met donkerblauw en heel fel rood-oranje. En het is met uitgeknipte letters. Het programma heet Hallo Aarde. En er is een cirkel staande voor de aarde. Staat er ook in. Ja. En dat heb ik echt letterlijk gewoon uitgeknipt. Ik bedoel, het ziet er niet alleen uitgeknipt uit, maar het is ook uitgeknipt. En vervolgens dubbel gedrukt. Dus twee drukgangen met dezelfde kleur. Zodat die intensiteit heel groot is. En dat was een affiche dat heel erg eruit sprong. Het was voor mij altijd heel fijn als ik dan in een theater kwam, ergens in Den Landen, dat ik dan al van verre zag, oh, daar is het theater. Ja, ja. En daar hangt dat affiche. Maar kun jij zoveel? Want je bent dus ook grafisch vormgever. Nou ja, dat ben ik dus niet. Maar, want ik doe dat nooit voor andere mensen. Maar ik maak wel de voorkanten van mijn boeken maak ik zelf. En mijn affiches maak ik ook zelf. Gewoon omdat ik het heel leuk vind om te doen. En ook om te voorkomen dat ik met mijn eigen hoofd op mijn affiche hoef. Oh, maar dat heb je bij je eerste wel gedaan. Ja. En je derde, als ik het goed heb. Nee, niet. Ook niet. Nee, derde. Maar waar heb ik dan deze? Ja, dat is gewoon een persfoto. Ja, oh. Er is een foto van mij met 6 handen bij mijn hoofd. Ja, ja. Ik heb nu ook weer foto's laten maken, gewoon voor in de brochures van de theaters. Dan moet je, daar moet een foto bij. Dus oké, maar dat wil nog niet zeggen dat ik dan een foto wil van mezelf in de stad overal hangend. Ja, 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 precies. Want dit is. Ja, is dat omdat je het niet wil of ook omdat je het niet zo nodig vindt? Of volgens mij is het nu niet meer nodig. Dus ik denk dat bij mijn eerste voorstelling dat ik dacht, nou, laat ik dan zelf erop gaan. Dan zien ze in ieder geval wie dit is. Ja. Nu denk ik dat de mensen die willen weten, of die er naartoe zouden willen weten, misschien wel wie ik ben. Misschien dat ik dat overschat hoor. Maar ik was altijd heel bang voor dat ik dan een affiche zou hebben met mijn eigen hoofd erop. En dat dan mensen er snorretjes en brillen bij zouden gaan tekenen. En dat omdat je dat zelf waarschijnlijk ook veel hebt gedaan. Nooit natuurlijk. Nee. Maar ja, daar altijd iets mee te maken. Dat ik het een beetje ijdel vind. Ah ja. En ja? Ja, maar ja, het is natuurlijk ook ijdel om het juist niet te doen. Omdat je bang zou zijn dat iemand er snorretjes bij tekent. Ja, en op een podium gaan staan voor een paar uur, dat is dan is misschien nog ook nog wel ijdel. Ja. En ben je ook bang om controle kwijt te raken daarin? Dus vind je het ook fijn om heel veel dingen zelf te doen, zodat jij de heerser blijft over het universum? Ja, de heerser over het domein. Ik heb zeker over hoe dingen eruit moeten zien, heb ik veel ideeën. Dus als ik dan denk, nou, het moet dus ongeveer zo en zo. Bijvoorbeeld bij mijn eerste boek. Ik had dus die titel verzonnen. Ik had bedacht, het moet met letters zijn, dus ik wil geen plaatje erop. En toen had de uitgeverij iets laten maken waarvan ik dacht, ja, maar dit is suf. Ik dacht meer zo en zoiets. En toen heb ik dat gemaakt en toen is dat het geworden. Ja. Dat heeft mij natuurlijk, aangezien dat boek zo'n succes was, ook een soort
zelfvertrouwen gegeven van als ik een gevoel daarover heb hoe het eruit moet zien, dan moet het er zo uitzien. Ja, en ook de vrijheid om tegen je uitgever te kunnen zeggen, de vorige keer werkte het toch ook, laat mij het maar doen. Ja. 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 Gebruik je dan ook een regisseur wel? Ja. Dat wel? Ja. Ik heb ook een redacteur, hè, voor mijn boeken. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen ook dat je gewoon zegt, ik weet het helemaal wel. Zelf. Oh, nee. Nee. En zeker met cabaret is het wel handig om ook iemand van buitenaf ernaar te laten kijken. Want ik weet natuurlijk toch niet helemaal of wat ik bedenk ook zo overkomt als wat ik bedoel. Ja. En dat is natuurlijk met een affiche ook. Dat ga ik ook niet maken. En dan zeg ik, ja, maar dit is er. Ik laat het nog wel aan andere mensen zien. Ja. Van, denk je dat dit goed is? Oké, daar komen we nog. Laat misschien nog even op terug. Maar als eerst, wou ik even vragen. Paulien, hoe gaat het? Nou, het gaat. Hoe loopt het met leven? Met ups en downs. Op zich gaat het leven heel goed. Want ik ben gelukkig. En ik ben blij met hoe mijn leven nu is. Ik heb een heel leuk zoontje van 2. En tegelijkertijd ben ik nu een nieuwe voorstelling aan het maken. En dan merk ik ook weer dat weer, zoals altijd, gepaard gaat met ook weer momenten van, oh mijn god, het mislukt allemaal. Oh, wat erg. En als je aan het maken bent, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dan word je ook gedwongen weer na te denken over dingen waar je in een minder creatieve periode niet zo aan hoeft te denken. Dat zeg ik nu heel vaag. Kan ik dat duidelijker zeggen? Ik weet het eigenlijk niet. Maar als in, dus je moet nadenken over dingen waar je moeite mee hebt, waar je niet trots op bent? Of... Ja, maar ook over dingen als de dood en zo. Ja, gewoon de grote levensvragen, die komen, als het goed is, wel aan bod in cabaret. En als het goed is, komen die niet heel letterlijk aan bod, maar wel... Dood. Ja. Wel ergens, dat speelt natuurlijk wel mee. En dan moet je daar weer over nadenken. En het en je verhouden tot een publiek is ook weer... Oh ja, hoe word ik eigenlijk gezien? En al dat soort dingen, dat komt weer meer boven. Is dat iets waar je dan ook rekening mee moet houden? Of waarmee je rekening houdt? Hoe ziet het publiek mij? En dat je daar ook anders gaat maken daardoor? Nou, ik kan me voorstellen dat dat... Probeer niet, dat niet zo heel erg te laten meespelen in wat ik maak. Maar als je weer voor het eerst met nieuw materiaal voor een zaal staat, dan is dat natuurlijk toch wel spannend. Omdat je weer iets nieuws van jezelf laat zien. Dus dat vind ik spannend eraan. En ook me te realiseren op dat moment dat het voor die mensen ook spannend is of zo. Dat er iets... Je doet dat toch met elkaar, voor mijn gevoel. Of misschien ben ik daar heel idealistisch in. Maar ik denk altijd van, als ik iets kom tonen aan de mensen, dan zij werken daar op dat moment ook aan mee. Nou, ik weet niet. Ik vind dat heel mooi, maar ook kan soms heel eng zijn. En je zei, dan moet ik in mijn creatieve periodes ook weer nadenken over moeilijke dingen. Mm-hmm. Betekent dat inspiratie niet zozeer jouw een probleem is, dat je die wel hebt, alleen dan soms over onderwerpen waar je liever geen inspiratie over zou hebben? Of? Nou, ik wil niet zeggen dat ik altijd maar inspiratie heb, maar ik had nu wel dat omdat ik... Kijk, ik had mijn vorige voorstelling gemaakt en toen op een gegeven moment werd ik zwanger en toen kreeg ik een kind en toen verlof en vervolgens de tour afgemaakt. Dus dat was eigenlijk een heel lange periode met 1 voorstelling. Ja. Dus nu begon ik weer, na heel lang, eigenlijk weer met iets nieuws te maken. En toen verbaasde het mij hoeveel er in mijn hoofd opkwam. Dat ik ineens dacht, oh ja, daar wil ik iets over maken en daar wil ik iets over maken. Gewoon omdat het zo lang had geduurd, terwijl ik eigenlijk juist bang was van dat er helemaal niks zou komen. Dus zo'n lange periode verlof, dat... Ja, toch wel goed, denk ik. Dus er komt nog weer een tweede aan. Nee, dat niet. Nou ja, maar daar hebben we het al eerder over gehad, ook met andere gasten. Dat het ook kan zijn dat het alleen maar daar... Je hebt verlof gehad om een reden. Zwanger. Dat het kan ook zijn dat je het alleen maar daarover kan hebben. Ja. Dat Micha Wertheim ook had met, oh kut, dat het ineens alleen... Ja, niet alleen maar daarom gaat, maar heel erg... Nou, het is natuurlijk wel zo dat heel veel in mijn leven, mijn dagelijks leven, gaat natuurlijk nu over zorgen voor een kind en zo. Maar het ligt mij niet, en dat eigenlijk had ik dat al kunnen weten van tevoren, het ligt mij niet echt om daar cabaret over te maken.
Nee. Zoals ik dat ook niet... Ik maak ook vrijwel nooit iets over mijn ouders of over mijn broer. Ja, omdat ik denk dat het zijn hun levens. En dat denk ik nu over mijn zoon ook. Ik denk, ja, ik ga niet heel letterlijk iets over hem lopen maken. Want hij... Nee, maar wat het met jou doet. Dat zou wel kunnen. Ja. Dat zou eventueel wel kunnen. Dat zou eventueel wel kunnen, maar... Het is niet wat er nu gebeurt. Nee, maar dat... Dat is interessant, want je zou zeggen dat het juist daardoor komt. Maar het komt dus echt door het verlof, de lange tijd rust en niet bezig zijn met het programma. Dat je dan... Ja. Want wij keken naar, we hadden even gekeken naar jouw nieuwe... Nou, kun jij jouw nieuwe titel even uitspreken? Ik dacht dat het verwarring alom, hè? Ja, maar juist ook daarom wel leuk. Maar... Om mij moverende redenen. Yes, ja. Moverende, gelukkig. Ja, als je dat wat mij beweegt. Ja. En eigenlijk wat ik er grappig aan vond, of waarom ik wilde dat die voorstelling zo heette, is omdat het natuurlijk heel veel ruimte laat voor inhoud. Ik bedoel, het vult het niet al bij voorbaat in. Wanneer ik het zeg, want ik gebruik die uitdrukking wel eens. Het is natuurlijk een heel juridische uitdrukking, hè? Dus je kan bijvoorbeeld als je, stel je krijgt een erfenis en... je neemt die niet aan, of zo, om een of andere reden. Dan kun je zeggen, om mijn moverende redenen kies ik ervoor. Ba-ba-ba-ba-ba. Ik gebruik het vaak juist voor heel normale dingen. Van, om mijn moverende redenen heb ik ervoor gekozen toch asperges te maken vanavond. En ik vind daar iets grappigs in zitten, omdat dat uit dat soort heel formele domein komt, omdat... heel normaal te gebruiken. Tegelijkertijd is het ook natuurlijk een chique manier van zeggen... vraag niet verder, want... om mijn moverende redenen... ben ik niet verschenen op dat feest. Dus ik ga niet verder uitleggen. Waarom daarom? Maar dan... Het is waarom daarom, voor de elite. Maar het zit er dus in het woord moverende. Misschien ook sommige mensen, zoals ik denk... Wat betekent dat eigenlijk? Ik denk dat ik weet wat het betekent. Ja. Ik denk dat ik het weet, maar ik knik gewoon. Ja. Maar nou ja, dat is dan maar zo, inderdaad. Ik merk nu van heel veel mensen dat ze die uitdrukking helemaal niet kennen. Maar ja, ik vind het ook interessant. Moveren, doen, bewegen. Ik ben niet iemand die heel erg vanzelf... Ja, dit klinkt dan weer heel vaag. Maar die vanzelf heel erg beweegt... Dus ik heb bijvoorbeeld ook wel eens als ik op een nieuwe plek ben of zo, als ik op vakantie ben, dat het me dan heel lang kost. Stel, ik ben op een camping en dan weet ik wel van, oh, daar is het washok en dan loop ik dan naartoe en terug en zo. En dan kost het heel lang voordat ik ontdek waar dat eigenlijk ligt, omdat ik gewoon niet meteen onderzoek waar ik ben. Dat ik liever op één plek blijf en van daaruit zo'n beetje ga kijken. Niet heel erg een beweger ben. Meer een kijker. Ja, terwijl er nu natuurlijk ook iets aan de hand is in de wereld. Waar heel veel mensen gedwongen worden te bewegen. te vluchten. En niet dat ik zo'n soort maatschappelijk cabaretier ben. Maar het valt mij natuurlijk wel op dat wij hier met heel veel dingen bezig zijn. En bewogen worden door allerlei dingen die natuurlijk in het niet vallen bij wat heel veel andere mensen meemaken. Dus. Ja, om mijn moverende redenen heb ik asperges gemaakt. Of mijn moverende redenen ben ik in een bootje de Middellandse Zee overgegaan. Ja, en heb ik mijn dochter van de boot met de duwen. Omdat we anders gingen zinken. Precies. Ja. Hoe maak jij een nieuwe voorstelling? Hoe begin je? Goeie vraag. Nou, wat ik doe is... voor mij... Ik schrijf niet allemaal uit. Dus ik heb gewoon een puntenlijstje. En dan zorg ik... waar ik jouw mail ook tegenkwam met jouw duo... bij bijvoorbeeld Podium Pep in Den Haag... of bij Bies in Amsterdam... of bij Vrij Spel of bij Goedkoop Cabaret... gewoon van die plekken waar je 20 minuten of een half uur kunt spelen. En dan gebruik ik toch wel wat ik noem de sandwich-methode... van een stukje waarvan je denkt, dit zal wel goed gaan. Dan kijken wat er gebeurt... en dan afsluiten met een stukje waarvan je denkt, het zal wel goed gaan. En dan... hoop ik op een situatie waarin ik me zo op mijn gemak voel... dat ik ook kan improviseren, zodat er weer nieuwe dingen ontstaan... terwijl ik op het podium sta. En dan bedenk ik allemaal dingen. En dan heb ik dus een puntenlijstje dat steeds langer wordt. En dan
maak ik af en toe een audio-opname, ga ik terugluizen. En dan uiteindelijk komt daar iets boven van waar het eigenlijk over gaat. Dus het is niet zo dat ik van tevoren bedenk, oh ja, nu ga ik een voorstelling maken over, nou ja, noem maar wat, het moederschap. Nee, zo werkt het bij mij niet. Maar dat is wel grappig, want dat was ook mijn vraag van, film je jezelf dan wel eens? En jij zegt, ik maak wel eens nu doe ik audio. Op een gegeven moment misschien ook wel filmen, maar ik vind het veel makkelijker om gewoon te luisteren wat ik zeg en daarover na te denken. Ja. En dan in een later stadium kan ik kijken hoe ik eigenlijk over het podium beweeg. Ja, nee, maar dat is grappig, want daar hadden wij het ook nog eventjes over. Omdat je wel dan, ja, we mogen jou wel schrijver noemen. Ja, mag wel hoor. Ja, en ook bijvoorbeeld, om het dan maar eventjes om, jouw eerste boek ging dan over taal en al zijn eigenaardigheden en hoe mensen dat toepassen. Dat is wel duidelijk een concept. Ja, dat is toch, waar. Of niet? Ja, dat is waar. Hoewel ook dat. Kijk, ik merkte gewoon. Ik deed vroeger stand-up comedy bij Comedy Train. En ik merkte heel vaak dat ik dingetjes verzon die over taal gingen. En blijkbaar is dat ook een manier waarop ik de wereld denk te begrijpen. Dus ook dat ontstond zo'n beetje. En toen had ik bij mezelf dus ontdekt van, oh ja, dat zijn dingen waar ik vaak over nadenk. En toen heb ik een voorstel geschreven voor de Wereldomroep, radio ding. Van, kan ik bij jullie niet columns over taal maken? En dat ging toen heel lekker. En vervolgens ben ik dat voor NRC Next gaan doen. En ja, toen had ik die collectie columns en daar heb ik een boek van gemaakt. En dat lijkt dan heel erg een concept van, nu ga ik eens een boek over taal schrijven. Maar eigenlijk is dat dus ook best wel ontstaan vanuit... Ja, maar toch, je hebt wel de vraag gesteld, mag ik columns schrijven over taal? Dus dat niet met een boekidee, maar wel... Nee, dus ik wist dat het me lag. Ja, en daarna komt het tweede boek. En dan meer nog columns. Iets, wat eigenlijk ook gewoon een deel 2 was, toch? Sorry, ik heb het niet... Ja, maar het is een deel 2 en het maar is gewoon het is meer columns over taal. En ik had daar heel lang tegenaan zitten hikken of ik dat nou moest doen of niet. En toen uiteindelijk wel gedaan, omdat Kees van Kooten... die ik ook wel een heel goed columnist vind... die had ooit het boekje Modernismen geschreven... en toen meer Modernismen en meest Modernismen. En toen dacht ik, ja, als hij het mag, dan mag ik toch zeker ook. Ja, zeker. Toen heb ik het wel en dan nog iets genoemd... om soort van aan te geven dat ik zelf ook wel begreep dat dit een deel 2 was. Indekken in de titel al. Zoiets, ja. Ik denk nu van, nee, ik had het gewoon een vette titel moeten geven. Gewoon iets met taal erin. Maar, Als je schrijft, dan ben je dus echt aan het schrijven. Maar als je een voorstelling schrijft, schrijf je het niet helemaal uit, expres. Nee. En waarom doe je dat niet? Omdat ik denk dat ik dan misschien te veel schrijftaal zou gaan spreken. Hoewel ik best wel spreektaal schrijf, eigenlijk. Maar ik denk toch dat het te cerebraal wordt. En dat het beter is als ik gewoon formuleer op het podium. Ik maak van mezelf op zich vrij complete zinnen, maar... spreken is nooit helemaal compleet. Dus ik denk dat het natuurlijker is als ik dat doe. Het zit bij jou er een beetje tussenin of zo. Jij spreekt een beetje in schrijftaal. Misschien. Ja. Als jij kan zeggen, op mijn moverende redenen gaan we vanavond asperges eten. Ja, tegelijkertijd zie je daar ook wel de grap, of de grap niet, maar dat niet, het is niet serieus, normaal is. Ja. Je praat eigenlijk best wel beschouwend. Dus jij bent bezig met hoe je praat terwijl je praat dan. Ja, maar niet altijd. Ah ja, niet altijd. Okay. Maar daar zit dan heel vaak de humor, denk ik wel. Dat jij heel bewust bent van wat je iets zegt. Nou, en dat is eigenlijk wat ik hoop dat op een podium gebeurt. Dat ik iets zeg en dat ik tegelijkertijd hoor. Wat zeg ik nou? Dus ik had bijvoorbeeld in mijn vorige voorstelling had ik dan een stukje over... dat ik vertel dat ik tegen iemand had gezegd... hé, maar puur voor mijn interesse... En dat ik dan denk, want dat is eigenlijk heel gek. En dat ik me dat realiseerde, is op een podium gebeurd. Hoe gek dat is. Van, hé, maar puur voor mij. Hoezo puur voor mijn interesse zit hij nou naast mij? En kan het mij niet schelen, mijn interesse. Alleen wel, weet je, zo. En dan, daar ontstaat dan iets uit wat goed bij mij past. En daarom goed werkt. Ja, want, en dat is niet alleen met taal. Want daar hebben we het ook wel... Jij hebt ook, dat is een vrij bekend iets van jou, is dat jij de fietspaalknopman... Ja, voetgangersoversteekman. De voetgangersoversteekman. Ja, je hebt hem ook in de fiets trouwens. Oh ja, en in de fiets. En ook, nou goed, meerdere soorten dingetjes. Daar hadden wij het in de auto net hier naartoe ook even over, dat wij jou daarin best wel een cabaretier puur zang vinden van... Kijk naar... Nou, wij hadden het over dit. Vond ik het zo. Als je bijvoorbeeld met woorden...
maar lang genoeg een woord zegt, dan verliest het eigenlijk zijn betekenis. En dan wordt het alleen maar een soort klank. En dan wordt het een heel erg, dan rekt het zich heel erg uit wat. Ja, uit een soort van realiteit. Ja, dan verliest het zijn context, wordt nu heel abstract. Precies. Dus als je 100 keer wang zegt, dan op een gegeven moment is het raar. Geen wang aan je gezicht, maar is het raar. En dat jij dat een soort van doet met woorden, taal en ook communicatiemiddelen, zoals zo'n... Dus, maar ja, je kunt niet heel vaak kijken naar iets, maar lang genoeg blijven kijken tot het zich meer gaat zijn dan alleen maar, ik moet nu op een knopje drukken, maar... Ja. Is het raar dat wij dat denken? Nee, ik snap wel wat je bedoelt, maar het begint bij mij toch bij een gevoel. Dus ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment naar... Oh ja, even uitleggen voor luisteraars die niet precies weten. Je hebt dus bij een oversteekplaats, zit er bij het knopje op te drukken, zodat het op groen gaat. Er zit vaak een gele sticker onder met een zwarte lijntekening van een mannetje dat op dat knopje drukt. Dat had ik natuurlijk al 1000 keer gezien, want ik leef in de wereld. Maar op een gegeven moment heb ik daarnaar gekeken en gedacht... Wat een treurig mannetje eigenlijk, hoe hij staat. Dus het is niet puur dat ik willekeurig wat dan ook kan nemen en daar heel lang naar gaan kijken en dat er dan iets komt. Maar ik voel dus eerst iets bij dat mannetje en dan denk ik, waarom voel ik dat? En dan ga ik er natuurlijk wel heel lang over nadenken. Zo is het met taal ook, met dingen die worden gezegd. Nu bijvoorbeeld veel mensen van rond de 30 zeggen heel vaak, hier in Amsterdam tenminste, oh nice. En zeggen jullie dat ook of niet? Ja, wel eens. Ja. Ja. Maar het is een beetje nieuwig. Ja. En ik vind dat wel interessant. Dan denk ik, waarom? Wat voel ik daar precies bij? Ik voel er iets bij, maar ik weet niet precies wat. En dan vind ik het leuk om daarover na te gaan denken. Maar het is niet dat je kan zeggen, oh Paulien, stoel. Ga maar eens wat over stoel doen. Ga je heel lang stoel zeggen en dan volgens stoel. Schrijf maar wat over stoel. Nee. Ja, kennelijk niet. Maar op een of andere manier dacht ik, volgens mij kun jij dat. Ja, dat was het maar zo. Want dan zou je natuurlijk het creatieve proces heel erg kunnen sturen. Ja, en nooit geen inspiratie hebben. Ja, en zo is het niet. Maar we zaten in de auto, dachten wij van, oh ja, maar dat moet voor Paulien een heerlijke wereld zijn. Dan zit je in de auto en je ziet een boom, Nee. En dat gaat ook dus in periodes van dat ik, soms sta ik meer aan en dan denk ik ineens, oh dat is leuk. Of als ik bijvoorbeeld als ik goed cabaret heb gezien of een goede comedian die iets aanpakt. Ik heb dat vroeger heel erg gehad met Eddie Izzard. Die natuurlijk zulke dingen neemt dat je denkt van, oh my god, maar als dat kan, dan kan je overal cabaret over maken. En dat is dan een heel bevrijdend gevoel. En vervolgens merk je natuurlijk hoe moeilijk het is wat hij doet. Maar het feit dat het kan, is wel heel fijn. Ja. Misschien niet hoor, maar je zou bijna wat jij toepast, maar dat doe je dus niet. Maar je zou bijna wat jij toepast op bijvoorbeeld zo'n bepaalde teksten of woorden of zo'n mannetje. Hmm. Kijken wat voor mechanismen je daarbij gebruikt, onderbewust. En dat proberen te uitkristalliseren. Dat dan kijken of dat ook werkt op... weet ik veel. De spatiebal van een laptop. Ja, maar dat is me toch te cerebraal. Ik denk, Wat doe je als je wel een nieuwe voorstelling moet maken, maar je komt niet in zo'n periode waarop het lekker gaat, of dat je vaak zo'n gevoel hebt? Nou, kijk, ik maak nu mijn 4e voorstelling. Dus ik heb niet extreem veel ervaring, maar wel een beetje. En tot nu toe is het altijd geweest dat het wel kwam. En dat is natuurlijk heel vaak met columns voor schrijven. Daar heb je een deadline. En dan denk je ook, oh, wat verschrikkelijk. En dan komt er wat omdat die deadline er is. Dus ik vertrouw er maar op dat er genoeg komt. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik weet van, oh ja, dan en dan ga ik in première. Want dat scheelt wel natuurlijk. De druk daarvan of de zekerheid ervan? De druk. En jouw regisseur... Daar had je het net over. Wat doet die dan in dat proces? Is die een bewaker? Verschillende voorstellingen. Richting de première is de bedoeling dat ik een beetje tot rust gebracht word als ik in paniek raak. Zo van, nee, dit is goed. We zijn op de goede weg. Mijn vorige voorstelling is geregisseerd door Dick van de Toren. En die was ook heel goed eigenlijk in het mij dwingen tot stil zijn in de voorstelling. Wat voor mij engig was, omdat ik geneigd ben stiltes op te vullen. Ja. Zodat het voor iedereen prettig blijft. Snap je? Dus dat is iets, samen nadenken over de spanningsboog. Kijk, wat ik maak, maak ik zelf.
Ja. Dus het gaat echt om, klopt dit theatraal? Ik heb geen theateropleiding gehad, dus ik vind het ook wel altijd wel fijn als iemand gewoon van, oh ja, je kan het ook anders spelen dan recht op de zaal bijvoorbeeld. Ja. Het is mijn natuur om de mensen recht aan te spreken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Kun je een voorbeeld geven van een scène waarbij de regisseur zei, joh, je speelt het nu zo, kun je dat anders doen? Ja, er was een scène, wat is dat ook weer? Kijk, je kan alles observationeel doen. Ja. Nou, ik had dus een soort, dat is niet eens een grap of zo, maar meer een soort obsessie dat altijd als ik ergens kom in een nieuwe stad en dan vooral bij een soort beetje nieuwbouwwijk en dat je dan ziet zo'n flatgebouw en dat ik dan denk, ja, Jezus, daar wonen ook weer allemaal mensen. En al die mensen hebben allemaal weer een eigen leven. En al die mensen zijn uniek en die zitten nu allemaal met dingen in hun hoofd. En dan, ik kan er gewoon niet bij. Eigenlijk, hè, dat dat gewoon zo is. Ja. En dat speelde ik eerst veel meer van erg, hè? Weet je, van wat erg dat je daar niet bij komt. En herkennen jullie dat ook, min of meer? Maar heel veel mensen herkennen dat niet. Toch had ik het gevoel dat ik dat kwijt moest. En toen ben ik dat veel meer gaan spelen op aanraden van Dick. Als echt een gedachte die mij op dat moment ontglipte. Dus niet en nu ga ik dit vertellen, maar meer ik ben iets anders aan het doen. En ik vertel ondertussen van, oh ja, van zo'n flatgebouw en dat al die raampjes daar dan zijn. Met al die mensen daar achter, met al die levens. En dat klopte dus beter. En dan beter binnen de voorstelling? Of ging het stuk daardoor ook beter? Het stuk ging beter daardoor ook beter. Ja, het is geen anekdote. Dus je breekt even uit de vorm van vertellen dat, wat jij doorgaat. En het is ook niet iets waar mensen het mee eens of oneens hoeven te zijn. Ja. En als je dan daarna ook nog een stilte weet te laten vallen, dan kunnen mensen zich ook nog verbazen over dat jij op die manier naar die flatgebouw kijkt. Ja, zoiets. Ja. Vind jij cabaret moeilijker dan een boek? Ja, je hebt net verteld dat je columns bundelt. Maar vind je cabaret maken moeilijker dan een column schrijven? Of niet? Ik denk dat ik cabaret wel moeilijker vind. Waarom? Ja. Nou, ik heb ook nog... Ja, mijn boek De Verwarde Cavia is dan niet columns gebundeld. Dus dat is meer... Dat was ook meer vrije val of zo. Ja. Ik denk... Ja, al wat een moeilijke vraag vind ik dit. Bij cabaret zitten meer disciplines in één. Ah ja. Je moet de gedachten hebben. Je moet weten hoe je die verwoordt. En je moet weten hoe je dat brengt. En dat... interacteert allemaal bij elkaar. Bij schrijven ben ik als persoon er natuurlijk eigenlijk uitgehaald. Ja. Ja. Je kunt er meer afstand van nemen misschien. En je bent sowieso wel van observeren. Het is een observeren. Heel duidelijk kader of een heel duidelijke vorm. Je hebt het product. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat het iets meer rust geeft dat je iets schrijft. Dan is dat product. Dat staat dan in die zin bij het lossen van jou. Terwijl als jij jouw materiaal speelt op een podium, dan word je afgerekend op meer... Wie jij bent. Ja, en ik weet nog dat toen mijn eerste boek verscheen, toen was ik dus al aan het toeren, ook met mijn eerste voorstelling. En dat ik toen ineens de vreemde realisatie had van, oh wat gek, dus ik heb nu iets gemaakt, namelijk dat boek. En dat gaat nu met mensen mee naar huis. Ik hoef daar zelf niet bij te zijn. Dat vond ik heel vreemd. En heel, ik dacht, hè, maar ik moet toch altijd er zelf bij zijn, bij alles wat ik maak. Ja. En tegelijkertijd is het ook wel nuttig natuurlijk om je eigen cabaretwerk, vind ik tenminste, als die voorstelling er eenmaal is, om dat niet één op één te schakelen met wie jij bent. Dus, nee, ja. Ja. Ik zie het wel als een... dit gaat een beetje esoterisch klinken, maar dat is dan maar zo. Komt er weer iemand thuis? Het is oké. Het is oké. Het is oké. Het is jouw huis. Ja. We mogen mensen. Ik ben op een gegeven moment... dacht ik, als ik nou gewoon die voorstelling zie als een... als een soort heel dierbaar huisdier van mij. Die ik
dat ik het podium opstuur. Ja. En ik moet daar goed voor zorgen. Ik moet zorgen dat de omstandigheden goed zijn. Ik stuur dat niet zomaar overal, want dat is mijn dierbare dier. Dus ja, ik zorg helemaal goed dat alles goed is voor dat dier. En dan is het zo goed als het kan zijn. En dat heeft voor mij heel erg geholpen, omdat ik vroeger altijd dacht dat je talent, dat je dat deel van het talent was dat je alles kon overal. En even doorbijten. Tuurlijk, dat maakt het uit. En toen ik dat los ben gaan koppelen van mezelf en gewoon zag, nee, die voorstelling moet zo goed mogelijk zijn. Ja. Toen kon ik dus veel makkelijker eisen stellen, bijvoorbeeld. Ja. Aan de omstandigheden. Publiek dat staat, ja, dat gaan we niet doen. Bijvoorbeeld. Ja. Ah, ja. Er moeten stoelen staan. Oh, maar andere mensen doen het toch ook? Ja, prima, maar deze voorstelling heeft het nodig. Mijn huisdiertje kan hier niet goed tegen duimen. Nee, dat. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Ik vind het wel best wel nuttig hoor. Nee, ja. Ik moet meteen denken aan zelf. Als ik dan voorstelling of het mat, ik zie dat dan meer als, ik heb geen voorstelling, maar het materiaal dan misschien. Dat ik ook wel eens heb gedacht achteraf, ik ben, als ik dan dit eventjes gebruik, ik ben niet lief geweest voor mijn diertje. Want nu ga ik ook twijfelen aan mijn diertje, want mijn diertje werd helemaal niet goed ontvangen. Denk achteraf, maar je stond ook wel in een zolder. Ja. Met twee kinderen op de eerste rij en een oma. Ja. Dus misschien is het niet raar dat zij dan niet goed reageren op de manier. En er zijn natuurlijk ook allemaal er zijn ook mensen die gewoon veel robuuster zijn. En die alles kunnen. Je hebt natuurlijk zeker binnen stand-up comedy. En dan gingen we optreden in een gevangenis. En dat ging ook allemaal fantastisch. En dan denk ik, ik vind dat super tof. Maar ik weet ook dat ik niet ga optreden in een gevangenis. Bijvoorbeeld. En zou je bijvoorbeeld wel op andere plekken je werk voorlezen? Dat is veel makkelijker. Aha, want? Nou, omdat je daar... Mensen weten dat je gaat voorlezen. Dus ja, de code is heel anders. Ja. Cabaret is toch kwetsbaarder wat dat betreft. Hoe kan je het nou vergelijken? Nee, ik vraag het ook omdat... Ik denk omdat het toch nog die afstand heeft dan. Met voorlezen. Ja, en met het materiaal. Want dat staat geschreven. Je kunt altijd nog doen. Het staat er. Ja. Zo bij het andere is het. Mensen gaan. Ook al weten mensen op ergens wel. Jij hebt geschreven, ergens bedacht. Maar toch kunnen mensen boos worden. Oh, dat je dat zegt. Ja, plus dat cabaret ook de pretentie heeft dat mensen erom zouden moeten lachen. Ja, maar je bezigt wel humor in ook. Ja, maar goed. Dus ik denk dat met een boek minder is dat je. Ja, en dan ben je ook tussendoor zo jezelf. Ik vind dat heel vaak voelen. Nou, ik heb af en toe een soort jaloezie tegenover cabaretiers of kleinkunstenaars die een liedjesprogramma doen. Ik kan niet zingen, dus ik kan dat niet doen. Ik kan ook geen liedjes schrijven. Dus er zijn heel veel redenen waarom ik geen liedjesprogramma heb. Maar dat ik dan zie ik ze dus die liedjes doen. En dat doen ze heel mooi. En dat is natuurlijk een craft. En tussen die liedjes door kunnen ze wat zeggen. En dat komt dan helemaal over als van dat is wat op dat moment gebeurt. Dus daar is een soort theatraliteit afgehaald. En dat is een beetje met voorlezen ook. Dus je leest een stukje voor. Tussendoor kan je zeggen. Oh, nou ja, dus dit had ik geschreven toen ik weet niet veel. Ja. Dat kan met het soort cabaret dat ik maak. Kan dat niet. Nee. Je kan niet zeggen. Oh ja, dit stukje over dat mannetje dat op het knopje drukt. Dat heb ik gemaakt toen ik... Nee, klopt. Van, het werkt ook omdat je daar staat van... Je moet toch wat ik nou toch eens, wat ik nou eens bedenk op dit moment, zeg. Ja, joh. Je moet die illusie, en dat vind ik moeilijk, want ik wil graag zo eerlijk mogelijk zijn op het podium. En toch zit er een heel vreemde oneerlijkheid in. Dan vind ik dit een leuke segue naar het echt gebeurd verhaal. Segway? Segway. Ja, een heel goede segue. Ja? Dat toch? Of is dat een raar? Prima, dat wordt vaak gebruikt. Ja. Ik hoorde laatst dat de uitvinder van de Segway... Ja, die is dood. Maar door een Segway, Die is met Segway van een cliff afgereden, Net als dat die man van het boek Stoppen met Roken... uiteindelijk dood is gegaan aan longkanker, maar goed. Maar kon die longkanker dood roken? Dacht het wel. Oké. Dat is... Nee, maar klopt. Die Segway-man die is op een gegeven moment...
Ja. Maar welke vraag ging je heen, segwayen? Ja, echt gebeurd. Echt gebeurd. Nou ja, ja. Omdat dat is even, als ik het goed zeg hoor. Ja. Dat is, dat wordt ook op, in podcastvorm, kun je daar ook bij komen, klopt dat? Ja. En daar is ook een luisterboek van verschenen. En dat is iets wat jij samen... Ja, doe mij nog maar wat thee. Dat is iets wat jij samen met Micha Wertheim hebt opgezet. En als ik het goed zeg, dat is dan bijvoorbeeld in Toemler, in Amsterdam. Mm-hmm. Worden mensen dan gevraagd. En dat zijn soms ook cabaretières, maar ook... Eigenlijk gewoon maakt niet uit. Wie... Maakt niet uit. En die komen daar dan een verhaal vertellen. Ja. Dat zit niet per se op de humor. Nee. Maar het heet echt gebeurd, want al die verhalen zijn echt gebeurd. Ja. Waarom zijn jullie daarmee begonnen? Hoe, ja, laten we eens beginnen. Dat idee? Ja. Nou, dat heeft eigenlijk een heel simpel antwoord. Want het bestond in Amerika al. Daar heette het The Moth. En daar is een podcast van. En Micha en ik waren daar alle twee fan van. En we zijn elkaar ooit op straat... We kenden elkaar al via Comedy Train. Maar we kwamen elkaar tegen op straat. En we waren toen alle twee naar The Moth aan het luisteren. Oh. En hij had al het idee om zoiets te beginnen. En ik eigenlijk ook. En toen dachten we, nou, laten we dat samen doen. En dat werkt nu dus al een... Nou, meer dan 8 jaar, goed. En ik denk dat wij, omdat wij theater maken en ook misschien een beetje op elkaar lijken in, ja... Analytische beschouwing. Ja, dat, maar ook zoiets willen dat het... Ja, willen dat het echt is of zo, terwijl we weten dat het niet echt is, maar dat we daarom ook er heel erg van houden van wat The Moth doet en wat we nu bij Echt Gebeurd doen... Dat het dus wel op een podium is, maar het is dus heel ontheatraal. Ja. En dat is voor ons dus heel fris, omdat wij natuurlijk gewend zijn om een voorstelling te maken die 200 keer te spelen of zoiets. En elke avond die emotie op te roepen, terwijl die misschien al wel wat oud is. Ja. Of genuanceerder is geworden. Ja, ja. En dat kun je, ook daarin moet je natuurlijk waarachtig blijven, waardoor het steeds wel weer echt is. Maar gewoon het idee van wat heeft iemand meegemaakt, vertel dat nou eens. Ja. Dat vinden we tof. En natuurlijk, we redigeren dat, zodat die verhalen zo goed mogelijk verteld worden. En daar zit dus ook alweer... Ja, dus dan is het eigenlijk al... Het is wel echt gebeurd, maar het is ook een keuze uit... Ja. Ja, het is een perspectiefkeuze en de details die het verhaal maken vertel je en alles daartussen niet. Dus, ja. Dat is het. En soms ook een analyse of waarom het belangrijk is, dat verzin je er eigenlijk bij. Maar wat feitelijk is gebeurd, dat moet echt zijn. Dat moet diegene echt gebeurd, echt hebben meegemaakt. Dat vinden wij heel mooi. Ja. Interessant. En als er iemand zou komen die een verzonnen verhaal aan jullie vertelt. Mm-hmm. En jullie gaan het redigeren. En hij vertelt dat verzonnen verhaal vervolgens heel goed. En vertelt niemand dat hij het verzonnen heeft. Mm-hmm. Dus iedereen denkt, wow, dat is echt gebeurd, wat heftig. Ja. En hij heeft ook een treinkaartje nagemaakt, waardoor het credible wordt. Zou dat dan minder goed zijn? Voor ons wel. Voor echt gebeurt wel. En zoiets als wat je nu noemt een treinkaartje. Wij controleren dat dus niet. Oh, ja. Dus misschien is dat al lang gebeurd. Ja. Dat weten we niet. Maar wij gaan er wel echt van uit. Ja, het concept is echt gebeurd. Ja. En ik denk ook dat... stel dat iemand een verhaal mooier maakt. En dit met veel aanhalingstekens eromheen. Ik denk vaak dat het daar toch niet mooier van wordt. Omdat wat je niet hebt meegemaakt, kan ook juist interessant zijn. Maar dan moet je zien waarom dat verhaal belangrijk voor je is. Ja, ja, precies. Maar ik denk ook dat vooral dat het dan ook is. Want gewoon vertellen en toen werd ik aangereden, dat is wel heftig. Maar het gaat volgens mij vooral om wat ging er in je om toen je door de lucht vloog. Wat dacht je vlak voordat je aan... Dat zijn de momentjes, dat is niet de anekdotische laag, maar meer gewoon wat doet het met een mens. Ja, en dat is ook eigenlijk wel... Dus we willen ook niet anekdotes, maar verhalen die belangrijk zijn voor die mensen zelf. Dus als je iets hebt meegemaakt en je bent daardoor anders naar de wereld gaan kijken of anders naar jezelf gaan kijken, dan wordt het een verhaal voor echt gebeurd. Ja. Dus... En wees van harte uitgenodigd, hè? Luisteraars, maar jullie ook. Oh, als mij een keer iets super heftigs gebeurt, waardoor ik verander... Het hoeft niet super heftig te zijn. Ja. Ah, nee, het kan ook iets heel klein zijn. Ja. Nee, juist. Ik ben er niet geweest, maar ik kan me voorstellen... De nadruk ligt dan niet op de humor, maar ik kan me wel voorstellen dat er alsnog wel veel te lachen valt dan. Ja. Juist. Ja. Maar we hebben heel, echt heel diverse verhalen. Ik bedoel,
had laatst ook een verhaal van een vrouw die 2 jaar geleden in Nederland is gekomen, gevlucht uit Iran, die nog maar 9 maanden überhaupt Nederlands spreekt. En ja, dat is op geen enkele manier grappig, maar gewoon een heel mooi verhaal. Ja, en doe je dat altijd in Toemler of zijn er ook andere locaties? Verreweg het vaakst in Toemler. We hebben het vroeger ook wel in Walhalla gedaan in Rotterdam. En wel eens op festivals, dus Lowlands en Into the Great Wide Open. En we hebben het ook wel eens in Nijmegen gedaan. Maar het is zo ongelooflijk veel werk. Dat eigenlijk, ja, want omdat we al die mensen moeten redigeren, weet je. Die verhalen moeten goed zijn. En als ze niet goed zijn, dan moeten ze alsnog afgewezen worden. En zo is heel veel gedoe. Ja. Dus de constante van Toemler is eigenlijk wel fijn. Maar we hadden dit jaar ook een gala in de Kleine Comedie. Dus dat dan ook wel weer wel. Ja. En jullie laten iemand anders de techniek verzorgen van het opnemen en masteren. Ja. En het op iTunes zetten. Ja. Oh, dat is wel heel lekker. Ja, fijn, hè? Ja, over 10 jaar doen wij dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Hey, we hadden ook nog, want we hebben je natuurlijk gegoogeld en alles. We kennen jou persoonlijk niet heel goed en zo. Maar wat ik nog ook dacht is, ik zag jou toevallig laatst op tv. Zag ik jou bij De Wereld Draait Door. En toen had jij het over emoticons. Emojis, ja. Oh ja, sorry, emojis, ja. En toen dacht ik ook weer, ergens dacht ik, tuurlijk. Tuurlijk zit zij daar. Ja. Want op een of andere manier, en ik bedoel dit echt niet lullig of zo, maar als het gaat over taal of communicatie. Ik zit me nu eens af te vragen hoe ik het wel lullig zou kunnen opvatten. Omdat je zei, ja, ik, nou, ik voel bij lullig. Mezelf. Omdat ik, hij bedoelt het dus lullig. Ik bedoel het dus lullig. Nou ja, omdat ik het futiel is. Okay. Nou, nee, niet dat het futiel is, maar ik kan me voorstellen dat je in een soort van rol zit waarin je geduwd wordt. En dan dat het dan gaat van, nou, het gaat nu over motorkomst. Nou, we zullen Paulien wel weer vragen. Dat het nooit kan gaan over iets anders als jij daar zit. Dat je dan tot een soort clubje behoort of zo. Hmm. Tot een soort groep. Sorry. Zo van, nou, het gaat over misdaad. Peter R. de Vries. Ja. Het gaat nu over communicatie. Dan is het Paulien. Ja. En het gaat nu over theater. Dus nu is Halina er. Weet je, van ja, dat soort. Precies, ja. Hoe voelt het om in het clubje te zitten? Ja. Je bedoelt in het clubje van wat wel eens gebeld wordt door De Wereld Draait Door? Ja, nou, dat is misschien de tweede vraag. Maar de eerste is van, vind je dat vervelend dat je in de hoek van het gaat van communicatie, dus we vragen naar haar. Vind je dat prettig of vind je dat ook een beetje jammer misschien? Bij De Wereld Draait Door kennen ze me goed genoeg om te weten dat ze kunnen me ook voor andere dingen vragen. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Om ergens over iets te praten wat ik goed vind. Podcast heb ik ook wel eens over gepraat. Bijvoorbeeld. En andere. Ik word eigenlijk vrij vaak gebeld van, heb jij toevallig daar of daar iets mee? Ja. Heel veel andere programma's of kranten bellen mij inderdaad direct zodra er iets met taal is. Bijvoorbeeld, er is elk jaar is het woord van het jaar wordt dan verkozen. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind dat oninteressant. Maar ik moet dus altijd zeggen, nee, daar heb ik niks mee. Ik vind dat oninteressant. Ja. Want ze denkt toch gelijk weer. Oh. Ja, dus dat is een beetje vervelend. Aan de andere kant, ja, het is hoe het is. Ja. En in het geval van emojis was het wel echt iets waar ik zelf, waarvan ik dacht, daar wil ik wel eens iets over doen. En dat vind ik niet een cabaret ding. Ik vind het ook niet een column ding. En dan vind ik het echt wel geschikt voor tv. Ja. Ik heb ook een keer iets gedaan, bijvoorbeeld over verkeersborden. Wat ook een soort communicatie is. Ja. En dat was ook. Ja, dat is goed. Het mannetje met... Ja, maar ik heb toen een keer een breder ding over verkeersborden gedaan. Ja, dat was... En nu krijg ik dus heel vaak ook nog foto's opgestuurd van mensen die in verkeersborden... Dus dit is nu een soort van tweede carrière. Paulien, wat betekent dit bord? We willen hier naar links. We zijn op vakantie in Thailand. Moet je nou eens kijken dat. Ik was... Ik moet even denken, heel kort vind ik een grappig om te vertellen. Dat ik een tijdje, dus jaren terug was ik met vrienden op Interrail gegaan. En toen zei op een gegeven moment, een jongen die zei, ik vind het zo raar dat er, dat het ik heb het idee dat we de hele tijd door hetzelfde dorp heen komen. Want overal, heet dit dorp nou ook al, wat zei hij nou? Ah, dat is zo stom. Ausgang of zoiets. Die zei, maar het was niet Ausgang. Nee, maar dat is Frans. Oh. Het was een Frans woord. Maar het was zo droog. Het was het Franse woord voor uitgang of zoiets.
Wat is het ook weer? Ja, mijn neef heeft hetzelfde een keer met zijn moeder gehad met Ausfahrt. Dat hij zijn moeder belde. Ja, ik weet niet of we bij Berlijn zijn, maar we rijden nu al heel lang. Ja, het moet een hele grote stad zijn. Het is Ausfahrt. Ja, nee, precies. En wat denk ik? Mijn Frans verstand. Savoir is dat? Nee, dat is weten. Dat is hè? Sortie? Sortie. Sortie. Dat ja, dat was het. Sortie. Dat hij zei, hè? Zijn we nou nog steeds in sortie? Dat zei ja. En ja. Dat wij ook... Ja, heerlijk. Zo. Hè? Zijn dat zo? Nee, toch? Oh, maar dat... Ja. Heeft jouw populariteit een hoog- en laagconjunctuur? Merk je dat heel sterk? Of niet? Ja, ik merk wel soms dat ik meer word herkend op straat. Dus als ik even op tv ben geweest, dan is dat weer iets meer. En dan... Het is overigens altijd een beetje in het, wat ik noem volleybalbekendheid. Van, heb ik niet met jou op volleybal gezeten? dat. En toen ik aan Wie is de Mol meedeed, was het heel intens. Ah, ja. Maar niet op een vervelende manier. Daar was ik heel bang voor dat het op een vervelende manier zou zijn. Maar het was juist heel erg totaal, stond helemaal los van mij. Het was helemaal, dat spel ging het de mensen om. Dus dat. Ja, dat verschilt wel. En merk je dat ook aan kaartverkoop voor de voorstelling? Heeft dat heel veel invloed? Of lopen die voorstellingen eigenlijk altijd wel zoals ze lopen? Nou, dat gaat al een tijdje best wel goed. Maar het is natuurlijk niet meteen uitverkocht of zo. Nee, ik was daar benieuwd naar. Of je echt merkt van de wereld draait door en de week daarna is alles uitverkocht. Nee, maar het helpt volgens mij wel. Maar mijn impresario houdt dat bij. Ik zit daar niet bovenop. Ik vind het vooral heel belangrijk om dingen te doen omdat ik dat leuk vind. Dus ik zou niet zozeer gaan denken van, nu moet ik, de zalen moeten vol. Wat kan ik nu bij de Wereld Draait Door gaan doen? Zijn er nog verkeerswoorden of emojis? Of, niet echt, nee. Ja, gelukkig. Nou, niet dat ik bedoel, eigenlijk ook niks op tegen natuurlijk. Je hebt natuurlijk gewoon je eigen, je hebt ook je eigen werk te verkopen. Ja. Maar ik doe het meestal maar zo en dat gaat dan goed genoeg. En ik hoef natuurlijk niet... Het hoeft voor mij niet altijd maar meer wat dat betreft. Wat bekendheid betreft. Ja. Je hebt in het verleden ook nog een deal gehad. Ja, klopt. Met Irene van der Aard. Irene van der Aard, ja. Is, die ken ik zelf niet. Is die nog... Die is nog bezig, maar vooral heel erg in het oosten van het land. En dus dat is eigenlijk een heel erg... ook wel eens hier. Maar ze is best wel aan de weg aan het timmeren. In, vooral de Achterhoek, waar ze gedeeltelijk ook woont. En die heeft daar dus een bekendheid. Het is heel grappig. Dat is een soort niche die zij daar heeft ontdekt. Dat wat tof is. En dat is wel langer terug dan. Mm-hmm. En dat was dan... Was het ook talig en observatie? Het was veel absurder. Ja. Maar heel absurde. Ook, of ja, waren echt cabarets. Ja. Maar het was veel meer... Nou, ik ben bijvoorbeeld echt wel een bewonderaar van droog brood. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. Helaas wel, want ze zijn gestopt. Ja, dat kunt, hè. Ja. Ze hebben nu trouwens een toneelstuk samen met Lieve Jacka. Ja, klopt. Gaan jullie daarheen? Ja, ik wil er wel heen gaan. Ja, ik wil er ook heen. Ja, maar ik hoorde ook dat ze juist niet droog brood mogen zijn in die voorstelling. Nee, maar dat is ook dat, goed, toch? Ja, maar ze Gijs zijn... de Lange regisseert dat, volgens mij. En die wilde juist dat ze niet leunen op hun technieken van de... Dat Peter van der Witte niet op deze manier gaat praten de hele tijd. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat ze niet midden in een dialoog. Oekeloekie! Nee, maar dat is echt een sketch. Maar het is een bepaalde manier van praten. Hoe Peter van der Witte... Ik ben Henk Spaan en ik heb een hart van goud. Maar ik word nooit astronaut. Dat? Oh, niet? Oh. Dit is volgens niet. Mij uit... uit welke is volgens dat? Mij, ik denk Sense voor de mensen. Sense. Daar is dan iemand die heet Henk Spaan, maar hij is niet Henk Spaan, maar heet toevallig zo. En die heeft 30 jaar in een bakkerij gewerkt en die moet nu ander werk. En die heeft bedacht dat hij astronaut wil worden. En dan is Peter van der Witte een soort van jobcoach die man aan zijn verstand moet brengen dat nooit gaat gebeuren. En dan moet die man moet dan herhalen de zin, ik ben Henk Spaan. Ik heb een hart van goud, maar ik word nooit astronaut. En dat vind ik zo'n ontroerende scène. Ja, afijn. Droge brood. Waar waren we? Oh ja, mijn duo. Dus dat was veel meer absurde sketches. Maar goed, dat is natuurlijk ook anders als je met z'n tweeën speelt. Ja. Je kent het. Ja. Dan sta je gewoon heel anders tegenover een zaal. En ik weet dat toen ik solo ging spelen, dat ik vaak ook in het begin zo opzij keek van waar is Irene eigenlijk? En... Ja. Die was er dan niet. En dat
dat is natuurlijk en eenzaam en ook wel bevrijdend op een bepaalde manier. Dat je zelf degene bent die de hele sfeer bepaalt. Omdat wij ook wel heel anders waren in hoe wij op het podium staan, denk ik. Ja. Oké. En jij noemt nu net droog brood als inspiratiebron of iets wat je heel goed vindt. Als je zou moeten kiezen wat de beste act of de beste artiest is die je ooit hebt gezien. Mag ook op video zijn dat je die nooit live hebt gezien. Maar wat vind jij dan het beste aller tijden? Ja, ik moet dan toch Eddie Izzard zeggen. Ja? Ja. Ja? En dan ook een specifiek nummer of ding dat je zegt, nou in die scène, dat is voor mij het toppunt, daar gaat hij nooit meer overheen. Dat... Death Star Canteen misschien? De Death Star Canteen, ja. Ik ken die niet, kun je maar vragen? Dat is zo grappig. Dat is dan, ja, hij doet dan zo'n heel over hoe het in de kantine van de Death Star, dus het schip van Darth Vader. En dan Darth Vader komt dan eten halen in de kantine en die kantinemedewerker herkent hem niet. En dan zegt hij, but I'm Darth Vader. En dan zegt die kantinemedewerker van, ja, maar je moet wel een dienblaadje pakken. Want zo werkt het hier. Ja, but I'm Lord Vader. En dat gaat extreem lang door. En dat vind ik heel grappig. Maar er zijn heel veel dingen van hem die ik heel goed vind. En het feit dat hij... wat eigenlijk? Dat hij zo... Het is ook voor mensen die hem niet kennen. Of ja, ik weet niet, alle luisteraars kennen hem misschien niet. Het is in populariteit ook een beetje teruggelopen wel. Heel erg, ja. Het is misschien zichzelf ook wel aan het herhalen, weet ik eigenlijk niet precies. Ja, ik ben zelf nooit echt in hem gekomen. Ik probeer voor de geest te halen hoe hij eruit ziet. Maar de hele tijd aan Tim Minchin. Nee, maar dit is... Eddie Izzard is een leuk uitziende man, maar... Op een gegeven moment heeft hij bedacht... Hij is travestiet. En hij heeft dat eerst nooit op het podium gedaan, want dat voelde te raar. En op een gegeven moment dacht hij, ja, ik moet dit doen. Dus toen is hij met borsten en hoge hakken en make-up podium opgegaan. En hij heeft lang zo opgetreden. Hij heeft nu een baard, dus het is nu volgens mij iets minder aan de hand. Zijn laatste voorstelling is gewoon heeft hij nog wel hoge hakken aan en gekleurde nagels. En hij heeft nog steeds wel een klein beetje... Een beetje eyeliner. Maar voor de rest heeft hij gewoon een snor en alles. Ja. Nou, het feit dat hij... Als je hem ziet, dus je moet hem even op YouTube of zo kijken. En dan denk je eerst, wat komt daar nou? En dan, ik vind dat na 2 minuten heb je het niet meer door. En denk je, wat een ontzettend leuke man is dat. Terwijl ik helemaal niet verder iemand ben die op elke man met make-up zou vallen of zo. Maar echt heel goed. Hey, wat ik heel interessant aan hem vind, is dat hij zoveel talen beheerst. En dan ook naar landen gaat om dan een voorstelling te spelen in bijvoorbeeld Russisch. Ja. Dat hij Russisch had geleerd. En dan ging hij gewoon naar Rusland toe doen. Ja, in Frankrijk ook. Frankrijk. Frans, Duits, Engels, ja, hij is heel erg pro-Europees. Dus hij wil graag heel veel talen kunnen spreken. En hij heeft bijvoorbeeld ook een heel weird project gedaan. Dat hij 40 marathons achter elkaar had gerend. Zonder heel veel training vooraf. Maar gewoon om te laten zien, ja, ik kan dit. En dat soort, dat zou ik echt niet kunnen en niet opbrengen. Hij was marathons. Ik weet ook niet. Je moet dan toch op de een of andere manier ook geld verdienen tijdens die marathons. Of zo. Nou, dat is bij hem niet zo'n probleem. Dus ik zou dat. Nee, ik vind het helemaal niet gek dat je denkt, ik kan dat niet. Het is wel gauw. Eddie Izzard, die is. Dat is niet zo lang geleden, was daar volgens mij een documentaire heb ik erover gezien. Dat hij ook. Hij is begonnen als straat. Ja. Een documentaire live, volgens mij. Dat zou goed kunnen. Ik denk dat hij heeft op Oerol gestaan ook. Ja. Heel lang geleden. Dat hij daar, zou hij nou niet meer doen. Toen zei hij nog in het interview, oh ja, dan kom ik nog wel een keer terug. Natuurlijk niet, maar dat zou super tof zijn. Eddie is het op Oerol. En dat niemand dat van tevoren weet. Je hebt er op Oerol staan, hè? Ja. Met wat ook alweer? Ik heb, even kijken, 2 keer een voorstelling gemaakt met Viewmasters. Die dingen die je voor je ogen moet houden. Zo klik, klik, weet je, van dat drie. Ja. samen met Chris Baeyema, mijn vriend. En 1 keer een voorstelling die tussen fictie en non-fictie in zat, ook met Chris. En toen hebben we nog een aantal jaar hebben wij de ochtendtalkshow gepresenteerd. Mm-hmm. Dus dan ontvingen wij artiesten. En dit jaar gaan we dat voor het eerst niet doen. Oh. Dus helemaal... Niet naar Oerol. Oh. Ja, ben Oerol, ga je wel toch naar Oerol gaan? Nee, hier... we hebben nu echt gezorgd dat we heel ergens anders heen gaan. Omdat ik het anders te moeilijk vind. Oh, okay. Echt waar? Ja. Is het zo hard in je hart? Waarom Oerol? Ik ben er 1 keer geweest ooit. Fantastisch. Ja. Maar waarom? Op een eiland ook. Ja, ik vind het zo heerlijk. Gewoon dat je echt weg bent. Dat alles daar over theater gaat.
is een heel lief, over de top lief publiek, wat helemaal niet strookt met welke realiteit dan ook verder. Het is heel, heel verkeerd om een voorstelling daar te try-outen, denk ik. Ja. Ik vind dat... ik vind het ook heel fijn om samen met Chris dingen te doen. En dat hebben we tot nu toe dus altijd op Oerol gedaan. Dus daar heeft het denk ik ook mee te maken. Hoe het daar ruikt, hoe het daar is. Ja, daar, niet dat nu te privé worden, maar eerst al geliefde, toen iets gaan maken of wat aan het maken en toen... Dat is te privé. Dat is, okay, prima. Wat vind jij de beste artiest, scène, iets van het moment? Dus iets van dit jaar of de laatste jaren dat je zegt, oh, dat is echt Ik ben nu best wel into Simon M. stijl. Ik weet niet of jullie... Simon M. stijl? Ja, met twee Ellen. Ik ga in oktober... Ik had met mijn neefje erover en die bleek ook dingen uit zijn hoofd te kennen daarvan. Toen hebben we gekeken, oh, speelt hij nu? En in oktober gaan we naar Londen, gaan we daarheen. Gewoon om te kijken. Maar hij is een stand-up comedian of en het is, komiek. Ja, en ik vind dat heel interessant. Hij is ook bekend geraakt als presentator van Nevermind Buzzcocks van de BBC. Zo'n soort quiz, maar dan vooral comedy eigenlijk. Het is zo'n heel dunne, wel knappe jongen, maar zo heel kwetsbaar. En die komt dan opsloffen op het podium. Echt dat je denkt... Met wat voor energie is dit? En dan 5 minuten applaus. Ik word er helemaal gek van. Dat is natuurlijk in Nederland nooit. En dat is daar altijd. Dat is voor heel Amerikaans is dat. Ja, maar in Engels is het ook wel. We love you. Zegt hij, what's up bitches? En dan is het nog een keer. Hij dan dus helemaal niet. Want dan is dus dat enorme applaus geweest. En dan zegt hij, hello. En dan volgens van, well... This is a fun thing to do. Dat je echt denkt, oké, ongemakkelijk. En dan zegt hij, so I'm rather lonely. Let's start with that. En dan vertelt hij over dat hij een nieuw appartement heeft gekocht. En dat appartement heeft 2 wastafels in de badkamer. En dat hij dan dacht dat dat hem zou helpen. In zijn eenzaamheid. En zegt hij, en nu gebruik ik ze ook alle 2. One to brush my teeth. The other to mainly cry. En daar hou ik toch wel erg van. Dus ik vind dat wel leuk om hem te zien. Maar ik denk dat hij eigenlijk misschien ook alweer over zijn... Ja, dat hij alweer te bekend of zo is. Ik hoorde dat Richard Gadd, die komt in 21 mei, komt hij naar Toemler. Richard Gadd, die ken ik niet. G-A-D-D. Ik ken hem ook niet, maar hij is meer aangeraden en ik kan dan niet. Maar ik geef dan nu de tip aan iedereen door. Die heeft een soort heel extreem persoonlijke voorstelling gemaakt... waar ik geloof ik niet te veel van moet verraden... maar waar heel veel pijn in verwerkt wordt... maar wat wel ook nog comedy is. Oh, weet je wie ik ook heel goed vind? Nu zit ik on a roll. Ja, nee, ga je. Tick Notaro vind ik ook heel goed. Tick Notaro, ik ga ze allemaal opschrijven. Nou. Ken je ook niet? Schrijf ik Notaro? Notaro. Dus T-I-G en dan N-O-T... A-R-O. Maar vertel, is dat een Amerikaan? Is dat een Engelse? Zij is Amerikaans. Ze is op een gegeven moment heeft ze een show gedaan in Largo in Los Angeles. En dat is toen, daar is de audio-opname is ervan gemaakt. En dat was zo briljant dat Louis C.K., die ik trouwens ook heel goed vind. Dat die dat heeft aangeboden via zijn website. Dus dan kon je dat luisteren. En dat heeft haar heel erg gecatapulteerd. Ja. Want zij was een heel erg comedian en nu veel meer mainstream. En het bijzondere aan dat optreden was dat zij vlak daarvoor had gehoord dat ze borstkanker had. En ze begint die act met, hi, how are you? I have cancer. It's fine. How are you? No, don't feel bad. I have cancer, but I'm fine. Nou, en dan begint ze haar hele verhaal. En dat is zo'n absurd begin, maar heel goed. En dan heeft ze net te horen gekregen, als in net een uur geleden tot ze opgaat? Of ze heeft net... Volgens mij die dag. Echt. Die dag. Wauw. En haar moeder was net dood en haar vriendin had het uitgemaakt. Nou, een soort afschuwelijk iets. En duidelijk een soort van fuck all, het maakt allemaal niet meer uit. Ja. Vanuit die stemming. En dit kun je bij Louis C.K. op zijn site. Ja, maar je kan ook... en dat heet... die show heet Live. L-I-V-E. Maar je ziet ze op YouTube ook... Ja, maar jij kijkt best wel veel comedy toch ook nog wel? Nee, het valt dus eigenlijk wel mee. Ja, ik denk altijd van
Ik ben helemaal niet zo heel goed op de hoogte. Nee, nou beter dan. Hè? Dus... Nou, ja, ja, ik neem aan dat jullie andere dingen juist weer te zien. Ja. Is zoveel. Er is... Nou, misschien is dat ook wel... Hoe vind je dat moeilijk om in de wereld waarin er zoveel is... Om nog iets te maken wat anders is of zo? Ja, misschien ben je daar helemaal niet mee bezig. Misschien is dat ook maar beter ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe ook denkt van... Jezus, ik... bedoel, jij zit ook bij... Zit je nog bij Comedy Train? Nee, heel lang niet meer. Oké. Maar dat is ook zo'n plek waar... Heel veel gebeurt. Maar überhaupt in heel Nederland alleen al is het enorm veel. Ja. Dat je toch je plek daarin moet... Mm. Ja, ik ben daar dus niet zo mee bezig. Maar dat is denk ik omdat ik denk van ja, hoe particulierder ik het maak. Ja, dit is ook het grootste cliché, hè. Ever, maar ik ga het nu toch maar zeggen. Mm-hmm. Van, jij bent het beste in jij zijn. Mm-hmm. You're the best at being you, of zo. Ja. Wie heeft dat gezegd? Madonna of zo, ik weet niet, iemand. Mijn moeder. Dat is zo, dus ja. Ja. Ik heb nooit... Nee, ja. Ik denk dat de dingen die het beste werken ook het beste werken omdat ze het meest bij jou passen. Dus ja. Dat is denk ik ook het verschil tussen een mop en een grap. Een mop kan iedereen vertellen en een grap. Heb jij nog een vraag staan die je niet hebt gehad? Hier stonden de vragen. Ik dacht, dat zit maar de hele tijd uit zijn hoofd. De lijn nou, van het gesprek. Nee, ja, dit is dan dat is het bijvoorbeeld Ziggo. Jouw lijstje. Ziggo Dome. Ik heb nog één vraag. En dan hebben we de afsluiter. Is er nog iets waarvan je zegt, dat heb ik ooit gezien. Dat had ik zelf willen maken. Omdat dat op een bepaalde manier in elkaar zit. Dat je denkt, oh ja, zo werk ik helemaal niet. Maar nou, toevallig, ja... Gisteren zag ik iets. Dat vond ik heel goed. Ik zal even kijken of er nog meer is waarvan ik denk dat had ik zelf willen maken. Maar gisteren? Nou, laat ik zo gewoon vertellen over gisteren. Gisteren zag ik de voorstelling Modern Art Revue van Alex Klaassen en Steef de Jong. Ja. Ik ben fan van hun alle twee. Die zijn dus samengekomen, hebben samen een voorstelling gemaakt over moderne kunst. Dat zit fantastisch in elkaar. Het is grappig. Er zijn briljante decors die uitklappen. En het is allemaal een soort één groot sprookje. Ze zingen daar samen in. Het zijn twee eigenlijk countertenor-achtige stemmen die ze hebben. Wat ik heel mooi vind. Toen dacht ik, ja, hier zit zoveel in. En bijna op elk vlak kan ik dit niet. Maar ik vind dat heel erg mooi. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat juist... Ik heb dat zelf ook hoor. De dingen die heel ver van me af liggen, daar kan ik nog... onbezonnen naar kijken of zo. Niet ja, je bedoelt hoe meer het op jou lijkt, hoe meer je denkt... Of hoe meer ik er iets technisch van ga vinden, of hoe meer ik het... Dus, ja, meer dus bijvoorbeeld, ik kan naar muziek... Ja. Als iemand tegen mij zegt, ja, maar dat is heel makkelijke muziek. Ik kan nog steeds heel wat... Terwijl ik kan naar sketchcabaret... Ja. Bijna niet meer lekker kijken en het leuk vinden. Bijna niet meer. Dat ik al heel bij alles al gelijk zit... zo hebben ze dat bedacht. Zo hebben ze het techniekje. Of, maar dat had ik zo gedaan. Wil ik hem niet. Nee. Dat gaat vanzelf in mijn hoofd. Ja, maar als het echt super, super goed is, dan is dat niet meer aan de hand. Ik denk dat als jij... Nou, dus je bent ook fan van droogbrood. Als je daarnaar kijkt, dan is het toch niet meteen dat je denkt... zo'n scène. Nee, klopt. Bij echt, Die scène zijn ook heel leuk. Die zijn ook wel echt, dan zeg je ook wel iets. Nou ja. Maar dus zo is het, dat denk ik ook. Van als cabaret echt goed is, dan word ik er geïnspireerd van. Ja. En vind je het cabaret goed op het moment in Nederland? Ik zie daar dus niet heel veel. Niet zoveel, want ik ben natuurlijk gewoon of zelf aan het spelen of voor mijn gezin aan het zorgen. Maar ik zorg natuurlijk wel dat de mensen die ik goed vind... Micha is nu met heel interessante dingen bezig. Daar ben ik heel blij dat ik daar binnenkort weer naartoe kan. Ja. Ronald Goedemond vind ik ook heel goed. Dus dat zorg ik wel dat ik dat altijd zie. Ja. En dat vind ik hartstikke goed. Ik voel een moment. We hebben, ik denk 3 afleveringen terug bedacht dat we willen mensen toch iets geven. Het mag niks kosten. Ja. Dus wat we doen is, we gaan naar de kringloopwinkel. Ja. En dan kopen we die dingen van 1 of 2 euro die een beetje bij cabaret horen of door cabaretiers gemaakt zijn. Ja. En dan moet degene op de podcast uitkiezen welke wat die wil hebben. Oh, dat vind ik heel leuk. Maar dan moet je wel uitleggen wat het is. Wat het is. En waarom je die dan wil hebben. Ik zie hier een DVD van Hans Lieberg. Ja. Niet helemaal mijn smaak, dus die neem ik niet. Najib Amhari Free Fights.
denk ik, nou, misschien, hier zie ik Ronald Snijders en Fedor van Eldijk, de alfabetweter, nieuwe woorden. Ik weet het concept daarvan, ik denk het niet. Freek de Jong en Zaans Veem, even kijken, is dit zijn autobiografie? Ja, hij heeft meerdere boeken volgens mij die een soort van autobiografisch zijn, maar dit is over zijn jeugd. Als jongetje van die pastoor, of zoontje van de pastoor in. En dit woonde die ook alweer? Nou, Zaandam waarschijnlijk, of Zaans Veem. Ja, ik heb het gelezen, maar dan een ander boekje. Die staat zet nog ik thuis zeker even bij misschien. Ja? Freek de Jonge. Hier hebben we Hopla niet waar, Nederlands nonsensproza. Ik hou niet zo heel erg van nonsens. Jan Hanlo en zo. Dat... Nou ja, het kan wel eens leuk zijn, maar maybe not. Maybe not. Dit was niet, hè? Ja. Geert van Maasakkers vind ik heel tof. Ik denk dat ik dit al heb. Ah. Ja. Paul de Leeuw, Lief. Een heel oude cd. Leuk. Maar... En Joep van het Hek, oudejaarsconferentie 1989. Ja, zeg altijd eventjes bij. Ja, hey. Daag in, met natuurlijk, Bucklerbier zat daar natuurlijk bij. Ja, dit is de allereerste. Dit vinden jullie de quintessential. Nee, niet per se, nee, maar het is wel... Deze lag in de kringloop. Dus eigenlijk meer de... Dus, Ik neem Freek de Jonge Zaans Veem. Nou, ik ben ik, omdat en niet omdat ik de rest kut vind, maar omdat ik gewoon geïnteresseerd ben... In waar dit dan over gaat. De voorkant staat hij zelf als klein jongetje op. Hand in hand met een ander jongetje. Ik denk meteen dat dat Govert is. Aan wie dit boek is opgedragen. Hier staat voor Govert. En ik ga nu gewoon een willekeurige zin uit het boekje prikken. En aan jullie voorlezen. Enkels die klem zaten tussen de latten. Konden niet verhinderen dat we even later alweer omgekeerd. Boven de betonnen vloer hingen. Schreeuwend. Wie doet mij dit na? Goeie keus. Dat vond ik een hele goede zin. Wow. Dankjewel dat je wilde komen in je eigen huis op onze podcast. Dat wij even last konden komen. Plezier was gewoon mijnerzijds. Yes. De 10e aflevering, Matthias. Ja, hey, super heftig. Hey, we weten nog niet wie de volgende keer komt. Maar jullie ook bedankt voor het luisteren thuis. En dankjewel. Graag gedaan.